Jens Verbeek, wat een moeilijke wedstrijd was dit. Dat wel. De eerste helft was een beetje moeilijk op gang komen, maar daarna zijn we er meer en meer doorgekomen wel. En hebben we toch die 1-0 kunnen maken, dat was heel belangrijk voor ons wel. Voor de match verder te kunnen zetten, ja. Het veld was ook niet wat het moest zijn eigenlijk. Klein, hard, hobbelig. Ja, het gras was iets te lang wel. Maar ja, daar moeten we meer leren spelen. Hè. We hebben opwarming gedaan, dus dan moeten we dat al een beetje kunnen aanvoelen. Dus al bij al is nog goed gegaan. Jens, je komt over van de belofte van Sint-Truiden. Je zit nu, zoals de coach het noemt, in het grote mensenvoetbal. Valt dat een beetje mee? Ja, het is toch wel een beetje aanpassen, dat wel, sowieso. Maar het lukt al bij al. Ja, dag per dag kom ik er wel meer in, ja, sowieso. Je bent verdediger, je bent niet groot van gestalte, maar je compenseert dat wel, hè? Ja, ik moet het compenseren, anders zal ik niet veel duels winnen. Ik moet sneller dan de tegenstander zijn, een beetje hoger springen. Dus dat lukt wel, ja. Je lijkt me wel een kleine pitbull op dat veld, hè? Ja, dat moet ik zijn, hè. Dat moet ik zijn. Anders komt het niet goed, hè. Heb je altijd achteraan gespeeld? In het begin heb ik wel, begin mijn jaren dat ik voetbal speelde, heb ik wel op de 7 gestaan rechtsvoor. Maar sinds de U12 of zo hebben ze mij rechtsachter gezet en sindsdien ben ik er niet meer van afgegaan. Oké, nog heel veel succes bij HSV Geel. Dank u wel.